deze video is de volgende afvaller nu al bekend. Jeroen of Rian die wel vaak willen opstaan in opdracht 2. En dit is niet de mol. Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke zondagochtend om 8 uur met jullie de hints en theorieën van Wie is de Mol door. En in deze video bespreek ik aflevering 2 afgelopen. En die afleveringstitel is op een paar dingen te slaan. Allereerst liepen Fons, Jeroen, Kees, Rosario en Tooske hun voeten eraf. Oftewel, ze gingen snel rennen hebben hun schoenen dus afgelopen. Misschien een beetje ver gezocht, maar ten tweede kan dit slaan op de podcast die aanging in de tweede opdracht. En toen ging de podcast weer uit door het groepje die zeg maar op gingen staan. Oftewel, afgelopen met een vraagteken. Ten derde zegt Frits uit mijn WhatsApp-groep het volgende. Justin stak het Molympische vuur aan en daarmee was, daar komt ie, het spel afgelopen. En dit vind ik ook de sterkste van de afleveringstitel. Wil jij elke week hints en theorieën over deze topkandidaten? Abonneer dan vooral om op de hoogte te blijven hier onder deze video. Toen kwam opdracht 1, Molympische Spelen. Allereerst heeft Jeroen Rick niet goed gehoord tijdens de uitleg van de opdracht en vraagt of het hordenlopen was of bordenlopen. Kan een goede anti-mol actie zijn, want de mol weet natuurlijk al wat er gaat gebeuren. De mol hoeft dus niet per se de uitleg van Rick te horen. En dat maakt Jeroen een stukje minder verdacht. Nou, de bordenlopers waren Rian, Justin en Jip. En de renners waren Fons, Jeroen, Kees, Rosario, Tooske en Anna. Ik denk dat je als mol liever beneden wilt zitten, zodat je enigszins de controle kan veranderen zoals Kees en Anna aan het proberen waren. Anna heeft daarnaast de microfoon als eerste en die werkt ineens niet meer. Molactie misschien? Anna heeft ook als allereerste de sleutelpositie in die opdracht. Het begin van de opdracht is, persoonlijk vind ik dat het cruciaalst. Aangezien als er in het begin iets fout gaat, de oplossing uiteindelijk nooit gevonden gaat worden. Daarnaast nog iets van Anna. Anna fout namelijk de gebruikte envelop / tekst die ze heeft opgenoemd. En doet deze zelf in de zak van Kees. Misschien om er niet te veel aandacht aan te besteden en hopend dat Kees misschien de foute doorgegeven codes niet checkt. Echter was Kees ook verdacht, want op een gegeven moment was er een moment dat hij de microfoon pakte. Hij keek naar links en stopte die microfoon achter zijn rug. Vind ik een beetje iets vaags, misschien probeert hij zichzelf verdacht te maken. Maar volgens mij deed de microfoon het gewoon. Dan verder ontstaat er door Justin op een gegeven moment een verwarring. Hier zegt Justin in plaats van rij H, rij A. En dit wordt uiteindelijk goed verbeterd door medekandidaten. Dus zou misschien ook een kleine molactie kunnen zijn van Justin. Verder is ook nog te merken dat Anna in haar biecht Fons en Kees erg naar de voorgrond sleept met de fouten die zij maken. Dit kan ook best een mol zijn die hier vertelt over de kandidaten die fouten maken. En dan aan het einde van de opdracht is nog te zien dat Justin heel erg baalt van hoe het gegaan is. En dat is een hele erge anti-mollenstreek. Zeker als we ook verder kijken in de aflevering en zien dat hij aan het testen is hoe er wordt gereageerd op de missende €250 uit de groepspot. Het was namelijk een test van Justin zelf. En dat maakt Tooske ook weer minder verdacht. Dan opdracht 2, uitzitten. Nou ja, uitzitten was de opdrachttitel en de mol moet dus eigenlijk uitzitten. Dan zou het dus heel logisch zijn dat Rian, Jeroen of Kees de mol zou moeten zijn, want die moesten blijven zitten. Rian was trouwens voordat deze opdracht begon heel erg lang aan het nadenken om te beslissen in welke groep ze zou willen zitten. En toen ineens bedacht ze zich om in het zitgroepje te gaan. Vind ik erg verdacht. Misschien moest zij nog even terugdenken aan wat de productie ook alweer had gezegd over deze opdracht. In welke groep ze ook alweer moest zitten als mol zijnde. Dan hadden we de 5 wagenhalsen Jip, Anna, Justin, Fons en Rosario. En volgens Fons was Jip vrij gretig. En Fons ging testen of Jip te vertrouwen is door haar de witte helm te geven. Nou weten we dat Jip te vertrouwen is, maar dit is een hele goede anti-mol actie weer naar Fons. Toen kwam het zitgroepje in beeld en toen kwam er iets in beeld waar ik niet zo heel vrolijk van word. Dat is namelijk de grote badeend. En daar wil ik liever niet meer over praten naar vorig seizoen. Wil jij dagelijks praten over hints en theorieën met andere molloten? Join dan de WhatsApp groepsapp. De link staat in de beschrijving van deze video. Jeroen vraagt of ze niet moeten opstaan om opdrachten te gaan doen. Maar ja,
als ze gaan opstaan, dan wordt er natuurlijk een nummer door de podcast heen gedraaid van de andere kandidaten. En daardoor zou er dus ook minder geld in de pot kunnen komen. Dus dit is wel weer een beetje een molactie van Jeroen. En om daarop aan te sluiten, zegt Tooske juist een paar keer om te gaan zitten in plaats van te staan. En dat is dan wel weer een erge kandidatenactie. Ook zegt Rian gelijk ja op de vraag van de manicure. Heerlijk natuurlijk om als mol lekker gemasseerd te worden en te weten dat de opdracht daardoor aan het falen is. Mooie beelden ook voor aflevering 10. Dan ook nog een rare actie van Rian. Ze gaat even opstaan en kijkt dan uit het raam. Hierdoor wordt in de podcast weer het nummer afgedraaid. Een erg leuke en goede molactie, maar ze wordt wel gesnapt door Tooske, die vraagt of ze iets ziet buiten. Als Tooske goed gaat nadenken na afloop van de opdracht, dan kan ze wellicht de mol hebben gespot. Uiteindelijk heeft Tooske ingevuld op de test dat de mol zijn of haar favoriete drankje rode wijn is. En ik weet niet zeker of Rian haar favoriete drankje rode wijn is, maar het zou zomaar kunnen. Dan weet Rosario maar één vraag en de andere drie niet. Maar we horen later in de biecht van Jip dat Rosario beweert te hebben gezegd dat hij drie vragen goed heeft beantwoord. Een rare actie, tenzij hij ook mensen aan het uittesten is. Dan de test en eliminatie. Justin heeft ook gespreid op een paar mensen en hij noemt daarbij Anna, Jip, Tooske en zeker ook wel Fons. Kees zit vooral op Rian en heeft gestemd op de mensen die op de tribune zaten. Oftewel Justin, Rian en Jip. Jeroen heeft drie verdachten en één outsider. Kunnen we voor de rest niet heel veel mee. Nou ja, Jip is afgevallen en die zat op Justin. Daarover later nog meer. Fons heeft gezegd dat hij denkt dat de mol een vrouw is. En hij heeft heel erg gefocust op Tooske, Jip, maar ook Anna. Dan Rian, die zit vooral op Kees. En die antwoordt op de vraag of de mol aan een sport doet, dat de mol geen sport doet. Dan Rosario, die zit op Jip en Tooske en die spreidt een beetje over de rest. En dan Tooske vult alleen in, rode wijn is het favoriete drankje van de mol. Dan nog een hint van Ilse uit mijn WhatsApp groepsapp. Haar valt namelijk op dat de eliminatiestoelen in de beide afleveringen veel verschillende kleuren bevatten. En denk daarbij aan de regenboogvlag, die eventueel natuurlijk kan slaan op Justin. Wie weet, Ilse? Wie weet. Dan ontvangt Jip, net zoals Babs in de vorige aflevering, een stuk van een topito. En er zijn al veel theorieën waarover de topito zou kunnen gaan. Er wordt gezegd dat een afvaller terug kan komen. Dat hoop ik liever niet. Door een duel te spelen met andere afvallers. En ook zijn er theorieën dat de afvallers iets gaan toevoegen aan een latere opdracht. Dat zou ik dan wel weer leuk vinden. Tot slot komen we nog even terug op twee gelekte onderwerpen. Allereerst mollenstreken van Lavecci, die al twee afleveringen de afvaller spoilert. Er verschenen twee korte video's op Instagram waar Babs voor aflevering 1 te zien was in het rood. En nu was er afgelopen week weer een video geleakt, maar daarop is te zien dat Jip en Kees rood zijn. Dus ik zou vooral oppassen met je punten inzetten op Kees. Want we hebben natuurlijk nu ook gezien dat Jip al is afgevallen. We moeten dus ook mollenstreken goed in de gaten gaan houden, vooral op Instagram. En dan ten tweede gaan we even terug naar de geleakte foto op het wieisdemol.com forum. Daar was namelijk deze foto te zien. Met daarop een cameraman die Rick aan het filmen is bij een soort orkest. En hier was volgens Max van den Broek van de Telegraaf Anna te zien, rechtsachter in beeld. En ik vroeg 2 maanden geleden aan Anna of dat waar was. En zij reageerde daarop dat ze ten eerste niet meedeed aan Wie is de Mol. Maar ze reageerde ook dat zij dat niet is. Ze zei daarbij bedankt voor de media-aandacht. Geen idee of dit misschien een beetje verdacht is, maar stel, het is Anna, dan zit ze er dus in tot die opdracht, sowieso. Ik wil jullie in ieder geval weer bedanken voor het kijken naar deze video. Voor nu zit ik een beetje in een Rian/Jeroen-tunnel, om het maar zo te noemen. Maar ja, daar zou ik nog zeker ook in de Procast en volgende week zal ik daar ook weer op terugkomen. Abonneer voor meer en dan zie ik je natuurlijk de volgende keer weer. Laters.